Toen wij hier aankwamen om te kijken of we wat land konden kopen, hadden we gelijk al zoiets van, het is echt een prachtige streek. Ik weet zeker dat als Martin hier nog was, als hij niet vermoord was, dat hij dan zeer zeker heel trots geweest zou zijn. Ja, ja. En heel gelukkig ook. Maar ja, het heeft niet mogen zijn. Kom maar toe. Ze waren op zoek naar minder regeltjes en stilte. En het werd een krot in Santoalla, in het noordwesten van Spanje. In het gehucht woonde alleen nog een ouder echtpaar met twee volwassen zonen. En het klikte aanvankelijk. Toen we dus problemen kregen over het gebruik van het bos. En Martin die verdween in 2010. En natuurlijk dacht ik in eerste instantie, dat moet een ongeluk geweest zijn. Necesito mi proyecto de vida, mío y de mi mujer. De gebeurtenissen zitten nu in de speelfilm Asbestas. Verdank je me, Stavon. Martin wordt vermoord en verborgen door de twee broers. Het is een van de best bekeken films van Spanje en de kanshebber op de jaarlijkse filmprijzen. Het ging uiteindelijk 4,5 jaar voorbij voordat het lichaam en de auto van Martin werden teruggevonden in een totaal verlaten stuk bos. Uiteindelijk werd de zoon van de buren gearresteerd, de jongste zoon. De rechter achter de jongen verminderd toerekeningsvatbaar, maar veroordeelde hem uiteindelijk tot 10 jaar cel. Hij had altijd rare invallen en maakte eigenlijk ook altijd grapjes. En hij zat altijd vol met plannen. Kwam de helft, daar kwam niet van terecht, maar hij staat altijd vol met plannen, altijd ideeën. De film, die heb ik maanden geleden gezien. Maar de algemene indruk die ik nog steeds heb, dat is dat het echt een goede film was. Martin ligt op het kerkhofje van het dorp. Het oudere echtpaar is overleden, hun zonen zijn weg. Alleen zij is nog over. Als ik hier weg zou gaan, dan is dat niet alleen het einde van mijn leven hier in Santoalla, maar ook het einde van onze droom. Martins geest is hier nog. Ik word elke dag aan hem herinnerd ook. Dus nee, ik ga niet weg. Het dorp Santoalla is stiller dan ooit.